Drive Special. Afgelopen week hebben 85 kinderen de Haarlemse Muggelronde gereden. Het evenement vond voor de 59ste keer plaats. Met als start HFC Haarlem Kennemerland. Waarna er wedstrijden werden gereden bij HSV de kampioen in Spaarnwoude. Hoe ging de allereerste rit? Het ging inderdaad wel goed. Het ging wel goed, zeg jij? Ik ben gevallen. Ben je gevallen? Ja. En heb je blessure opgelopen? Nee. Alleen mijn fiets kwam op de grond, ik niet. Oké, gelukkig. En hoe ging het bij jou? Wel goed, alleen wel heel veel remmen, dat was minder. Maar het was wel leuk. Jongste van allemaal, van de hele ploeg, 8 jaar oud is die, met rugnummer 65. Daar gaat hij. Jeetje, wat gaat hij hard. En jij hebt 405. 405. Ging hartstikke goed, hè, met zo'n koper op je hoofd. Ik ben echt tevreden over mijn tijdrit. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ben tevreden. Voor de eerste rit ging het echt perfect. Dus ik ben benieuwd waar we in het klassement staan. Want elke individuele tijd wordt ook opgeteld voor het ploegklassement. En met een berekening wordt dan bepaald wie de eerste ploegen zijn. Omdat we nu nog geen ploegenwedstrijden met z'n allen hebben gereden. Dus ik ben benieuwd waar we terechtkomen. Maar ik sta er wel positief in. Spannend dus. Ja. En een goede eerste dag geweest. Zeker, zeker. Ja. Op de tweede dag vonden de wedstrijden plaats op het Plesmanplein. Maar niet alleen de deelnemers, maar ook de ploegleiders hun wielertalenten lieten zien. Geen fouten gemaakt, iedereen heeft zijn best gedaan. Ja, nou, de uitslag gaan we afwachten. Zeker ja, ik ben benieuwd. Wij willen ijs. Wat ging er mis? Ik ging te dicht langs de pion en ik reed er met mijn stuur raakte ik hem en toen viel hij om en ik reed er verder nog overheen. En daarom viel ik. Ja. De eindtijd, dat is 53:18. Is dat goed? Nee. Nou, er zijn er een paar sneller, dus het had beter gekund. Maar op zich, daar ben ik er wel tevreden over. Want er viel er eentje en we hebben het redelijk opgelost. Dus op zich wel tevreden. We hebben een hele leuke dag gehad en het slalom ging hartstikke goed met ze. Ik ben wel één keer gevallen, maar verder heb ik een hele leuke dag gehad. Ja, alles ging eigenlijk gewoon goed. We hebben de laatste dingen goed gedaan. Onze ploegleider heeft goed gereden. Alles was gewoon leuk. Alleen de regen was een beetje tegenvallen. Ja, ik vond dat we het goed deden, goede tijden. En ik denk alleen het jammer van het vallen de twee keer, maar alsnog hebben we goede tijden neergezet. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja, het is vandaag wel lekker gegaan. Jammer dat we inderdaad gevallen zijn. Tijdritten gingen ook lekker. Ja, maar jammer dat we gevallen zijn. Het ging inderdaad wel goed. Mijn persoonlijke tijdritten gingen niet zo heel goed. Maar de rest ging wel goed. Zeker met de groep ging het goed. Tot morgen! Dag waren we weer te gast in Spaarnwoude, waar ondanks het minder goede weer de sfeer er nog steeds goed in zat. Wat maakt de Muggenronde nou zo'n speciaal evenement, zo'n bijzonder evenement? Het is een ongelooflijk saamhorig evenement. Iedereen is samen, iedereen heeft het goed, de kinderen hebben het goed. Tuurlijk gebeurt er wel eens wat. Maar dat wordt altijd uitgepraat. De vrijwilligers gaan samen op. Die hebben s'avonds iedere keer of we gaan uit eten of we hebben een zwarmavond of een kipavond. Of dat gaat maar door. Het is al 60 jaar kneuterig. En kneuterig in de meest positieve zin van het woord. Het is gewoon gezellig, het is samenhorigheid en het is goed. En het is ook nog eens heel sportief. Iedereen moedigt elkaar aan. We hadden gisteren de medewerkerswedstrijd bijvoorbeeld. En dan zie je gewoon dat er een ploegleider rijdt. En dat die kinderen van die ploeg staan te schreeuwen aan de kant. En ja, dat is heerlijk. Dat is fantastisch. Dat is wat de Muggenronde voor mij het mooist maakt. Heb je er een beetje zin in eigenlijk? Ja, ik ben heel, heel even bezig. Je moet je goed concentreren, hè? Ja, ik moet me goed concentreren. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nu heb je weer even pauze heel tussendoor. Is dit nou een beetje een leuke job, dit? Ah, ik vind het wel leuk, hoor. Nou, de jongens zijn strak gespannen natuurlijk voor zo'n wedstrijd. Dus dit is het moment dat ze even kunnen ontspannen, ja. En dat doe je door? Door met ze te zingen. Ja, dat werkt vaak. Nou, laat maar even horen dan. Even de stress. Oké, jongens, zijn we er klaar voor? Ja. When I say Milcon, you say ploeg. Milcon. Ploeg. Milcon. Ploeg. Milcon. Ploeg. Hey. Drie, hoe staan jullie ervoor?
Volgens mij wel goed met de ploeg. Volgens mij staan we derde tijd, hadden we net met de tijdrit met de pionnen erbij. Dus jullie hebben het echt super gedaan. En hoe gaan jullie individueel? Hoe gaat dat? Nou, dat gaat ook redelijk goed. Nou, hebben we nog een mooi advies nog van de ploegenleider? Nou, goed insmeren, denk ik. 85 vermoeide ridders. De Grote Markt was het wedstrijdterrein voor de vierde dag van de Muggenronde. Jongste van de ploeg, zoveel publiek hier langs. Is dat voor jou dan extra spannend of hoe zie je dat? Het is wel spannend, alleen, ik ga ook meedoen aan een tv-programma of zoiets. En daar heb je heel veel meer mensen. En dus dit is wel een beetje een oefening voor mij met heel veel mensen erbij. Zelfs bij ons zit je ook in het tv-programma, dat wist je? Ja, weet ik. We staan hier naast de moeder van de voorzitter van die Muggenronde. Ja, dat klopt. Hoe is het dan om uw zoon hier op de Grote Markt te zien en hij heeft het woord en hij klinkt over de hele Grote Markt? Ja, aardig trots natuurlijk. Ja, dat is, het went wel inmiddels een beetje, want hij doet het natuurlijk al een paar jaar. Maar als hij hier zo het woord neemt en iedereen toespreekt, ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, want hoe wordt de Muggenronde in de familie eigenlijk gezien? Want al uw zoons doen mee als vrijwilliger, maar is het dan echt een soort jaarlijks uitje waar al... Ja, maanden van tevoren op wordt uitgekeken? Ja, er wordt zeker maanden van tevoren al aan gewerkt. Ja. Met name dan door Ben. En Koen en Daan die dragen ook wel een steentje bij natuurlijk. En zijn bij de vergaderingen. Maar de aanloop voor Ben is natuurlijk veel groter. En wij zijn er als gezin toch ook wel heel erg bij betrokken. 3, 2, 1. Je komt helemaal speciaal uit Brabant voor de Muggenronde naar Haarlem. Voor de Muggenronde waar Wessel mee meerijdt. En Wessel is onze kleinzoon. Hoe doet hij het tot nu toe? Ja, tot nu toe doet hij het goed. Alleen ik heb hier hem nog niet gezien. Dus, hè, maar hij doet altijd met veel enthousiasme doet hij aan de Muggenronde mee. Ja, ging wel prima nu. We hebben nu echt de beste rit tot nu toe gereden met z'n allen achter elkaar. Dus niemand gevallen. We zijn allemaal dicht bij elkaar. Dus echt trots op de jongens. En dan gaan we donderdag de Koninginnenrit tegemoet. Dus ik ben benieuwd. Met tropische temperaturen werd de vijfde dag de Koninginnenrit gereden. Via Langevelderslag naar de skierbaan in Lissebroek. Hebben jullie zin in zo direct? Ja. Ja, ik heb wel zin in zo direct. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan weer pionnen doen en weer rijden. Dus ja. Heb jij er ook zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in, want het wordt vast wel heel erg leuk. Ben je niet al een beetje moe nu dan? Nee, dit is wel makkelijk voor mij. Ja? Je houdt het wel goed vol. Ja. Nou, hartstikke mooi. Succes, jongens. Kom op, snel! We zijn inmiddels aangekomen op de skiler en skatebaan in Lissebroek. Het is hier bloedje heet, maar iedereen gaat hier gewoon maar door. De ploegen zijn nu bezig met hun pilonnenroute. Ze starten hier achter mij en vervolgens moeten ze een hele ronde doen en zo snel mogelijk tijd neerzetten. Ploeg Vederman is zo aan de beurt, dus we gaan eens even kijken hoe het met ze gaat. Lekker Jeff, kom op! Hoe ging het? Ja, ging wel snel. Ja. En wie was de snelste? Jay was de snelste met 1,52. Oké, dat is hartstikke goed volgens mij. Ja, en met Deetje was ook heel snel. Wik, daar heb je hem. Ja, kom eens hier, Wik. Ging maar goed, hè, Wik? Hoe ging het? Heel goed. Ja, ik zag je voorbij gaan. Jij ging hard, jongen. Ja. Ja? Wat heb je al gezien hoe hard je hebt gereden? 209. Bijna even snel als Jens. Nou, hartstikke veel succes jongens. Komt wel goed hè? Hey! De Muggen hebben zojuist een ploegenslalom gedaan. En ze hebben een hele goede tijd neergezet. Volgens mij was het iets van 2:12.
Ik ga even vragen hoe het met ze is gegaan. Ja, het ging goed. Ja? Het ging gewoon goed. Er is niemand gevallen, niks fout gedaan. Allemaal zo goed mogelijk gedaan, dus dat ging goed. En bleven jullie een beetje goed bij elkaar? Ja, we bleven wel goed bij elkaar. En ik had ook aan het begin gezegd, zo van probeer mij in te halen. Want dan hebben we zeker weten een goede tijd. Ze waren daardoor wel allemaal echt dichterbij gebleven. En daardoor hebben we de goede tijd gehaald. Warm, maar wel goed. Ja, goed. Op dag 6 waren er spectaculaire graswedstrijden in het Haarlemmermeerse bos. 1, go! Vrijwilliger, dat is pas, even kijken, vorig jaar heb ik er niks gedaan, toen was ik er niet. En het jaar daarvoor was ik ploegleider. En het jaar daarvoor heb ik zelf nog meegedaan en dit jaar ben ik voor de helft van de week vrijwilliger. Oké, je krijgt weer een taak. Oké, ja. Goed zo. Laatste paar pionnetjes vanaf. Ja, we zijn altijd klaar voor. Goed voorbereid vandaag? Ja, denk het wel. Op het gras rijden. Dat komt wel helemaal goed. Wij zijn tweeling. Leuk, hè? Goed, hè? Want ik heet Wick van den Bos en zij Janna van den Bos. Ze zijn allebei 8 jaar. En hoe vindt de familie van Wick het, hoe die het doet? Goed! Fantastisch. Ja, superleuk. Superleuk? Ja. Doet hij het wel goed? Ja, dat is hartstikke goed. Dat is goed. Vandaag goed gegaan. Alleen Jay is 2 keer gevallen. Ja. Ik ben bij mijn alleen gevallen en bij de ploegen. En bij de ploegen ging mijn ketting eraf, dus moest ik het uitlopen. En we hebben nog steeds een snellere tijd dan Mulkom en dat is onze tegenstander, onze grootste concurrent. Voor de 9e plaats. 9e plaats. Als we Mulkom voorblijven, dan blijven we op de 9e plaats. De laatste dag werd zonnig afgesloten in Spaarnwoude met wedstrijden en een bezoek van niemand minder dan Matthijs Bugli, die ook de truien aan de winnaars van de 59e muggenronde heeft uitgereikt. Wat is jouw ploeg in het klassement op de laatste dag van de muggenronde? We staan op dit moment 9e. En we staan heel dicht achter nummer 8. We zitten een paar minuten tussen en heel dicht voor nummer 10. Dus we proberen deze plek vast te houden. En dan gaan we kijken wat de dag gaat brengen vandaag. Daar komt onze kick. Oké, kick. Zet hem door. Matthijs, ik ben heel blij dat je er bent. Dit is wel een heel bijzonder moment, want we gaan dus de truien uitreiken. Je hebt je prachtige plak meegenomen. Wauw, ik heb nog nooit een Olympische medaille van zo'n... Geweldig. Ooit naar gedacht om deze kop weer te nemen? Ja, dat ziet er goed uit, toch? Ja, dat vonden we zelf ook. Dat geel staat ook wel goed. Ja, de gele mugtrui. Normaal krijgen wij geen trui uitgereikt meer bij de baanwedstrijden. Maar dat vond ik altijd heel leuk als je die kreeg. Ja, hartstikke leuk. Heb je hem nog? Ja, zeker weten. Pas je hem nog? Ik heb hem al heel lang niet aangehad. Laten we bij de meisjes beginnen in het bollenklassement. En je krijgt dus een bollentrui als je de eerste bent geworden in je klassement. Ik denk, ik leg het gewoon nog even een keertje uit. Weet iedereen waar we aan toe zijn. We gaan beginnen bij de meisjes D. Ze is 9 jaar en ze rijdt in de M3 ploeg naar Rozenberg. Nou, Noor, die staat te prachtig. Nee, jongens, ik wil zeggen, doe nog een stapje vooruit met z'n allen, maar dan gaan we even met z'n allen op de foto. Jongens, super gedaan. En alle mooie deelnemers gaan naar de heuvel. En goed, wij gaan naar de heuvel. Hij heeft hier een kaartje gevonden. Hij is een ingetogen en gevaar van zijn eigen leven. Allereerst van harte gefeliciteerd met je zilveren medaille op de Olympische Spelen. Fijn dat je tijd hebt kunnen maken om hier langs te komen. Hoe heb jij de Haarlemse muggenronde beleefd toen je mee hebt gedaan? Ja, weet je, dat was voor mij waar het allemaal begon. Ik vond het leuk dat je, in een ontspannen sfeer kun je gewoon met andere mensen gewoon leuke dingen doen. Het ging niet eens per se heel erg om het fietsen, maar gewoon lekker bezig zijn in de zomer. Lekker, ja,
spelenderwijs genieten en sporten. En daarnaast is er heel veel omheen. En ik vond dat altijd heel leuk gewoon. En was het ook je eerste grote succes in je wielercarrière? Kan je het zo noemen? Zo kun je het wel noemen. Uiteindelijk won ik hem. Dus dat was de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met echt iets winnen. Dus ja. En nu ben je hier om de truien uit te reiken. Hoe vind je dat? Dat je dat mag doen? Ja, ik vind dit een van de leukste dingen om bij te zijn hoor. Want voor mij is het inderdaad een stukje geschiedenis. Maar het leeft nog gewoon. En ja, dat vind ik het heel leuk om er weer bij te zijn. Natuurlijk veel bekende gezichten. En weet je, iedereen aan wie ik een trui uitreik, dat zijn gewoon toppers. Dus ze verdienen het ook. Dat is leuk. Super, dankjewel. Ben, hoe heb jij de Muggenronde ervaren dit jaar? De 59e editie. Nou ja, heel erg bijzonder. Ik bedoel, het begint natuurlijk in de week van tevoren dat Matthijs Bugli een zilveren medaille wint op de Olympische Spelen. Dan wordt bij de NOS twee keer een naam van het hele kleine, maar al heel oude evenement genoemd. En dat is helemaal fantastisch. En dan was de week ook nog eens relaxed. Iedereen ging goed met elkaar. Ja, ik heb gewoon een super Muggenronde gehad. Hoe vond je nou dat het ging afgelopen week? Ging heel goed. We hebben goede tijden neergezet. En in mijn eentje ging het ook heel goed. Wel een paar keer gevallen, maar verder was het gewoon een hele leuke week. Jay had al eerder meegedaan. Was het nou leuker dan vorige keer? Ja, ik vind het wel leuker dan vorige keer, want hij mocht voorop, dat was wel leuk. En vorig jaar, toen kon ik er ook niet zo goed bij blijven. Maar nu heb ik dus de hele tijd op kop gereden, gezorgd dat hij erbij bleef en dat hij als eerste over de finish kon. En dat lijkt me echt veel leuker voor Wick dan wat ik had vorig jaar. Zit volgens mij na deze week wel een goede team spirit in deze ploeg? Ja, dat zit het zeker. Het was gewoon een superleuke week. We hebben net met z'n allen goed gereden. Wick heeft hartstikke hard doorgetrapt. Dus we zijn allemaal heel trots op elkaar, vooral op Wick. Hey, en Matthijs Bugli was natuurlijk hier. Hebben jullie allemaal een handtekening? Laat eens even zien. Dus dat shirt wordt nooit meer gewassen, hè? Zeker? Nee. Ik denk het wel, want hij stinkt een beetje. Dus, Ik ga hem niet wassen. Ik ga hem echt niet wassen, hoor. Ik laat deze handtekening gewoon op. Super. Hey, en Ruben, ben jij er volgend jaar weer bij? Ja, zeker. Zeker, ja. Het is altijd één week die vaststaat in mijn agenda en dat is de Muggenronde. Dus ik ben er zeker volgend jaar weer bij, ja. 3, 2, 1!